voor het tweede jaar op rij bereidt Feyenoord zich in de winterstop voor in Marbella. Waarom hebben jullie weer voor Marbella gekozen? Omdat hier de faciliteiten ideaal zijn en de omstandigheden. Het is het perfecte trainingsveld. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat lijkt wel een biljartlaken. Wordt heel goed onderhouden. Nou, het weer is goed. Je bent eigenlijk verzekerd van prima weer. Het is zo denk ik rond de 20 graden. Een zonnetje erbij. Dus ja, die omstandigheden zijn goed. Ik vind het altijd een vrij rustige week voor mij. Het is wel belangrijk, vind ik, om heel kort op onze technische medische staf en onze spelersgroep te zitten. Kijk, door de week normaal in Rotterdam kom je daar niet aan toe. Dan heb ik zoveel overleggen en zoveel afspraken. En dan ben ik al blij dat ik één training in de week, één in de twee weken kan zien. Je bent geblesseerd en die haai valt toch een beetje buiten de boot. En dan is het wel weer fijn dat je gewoon voor de winterstop weer een paar wedstrijden mee hebt kunnen doen. En daar ga je nou lekker mee op trainingskamp. Hier ben je 24 uur per dag ben je met de jongens bij elkaar. En dat heb ik wel op een moment gemist. Ja. Het is wel fijn dat je hier gewoon lekker met z'n allen bij elkaar bent. Een week lang om lekker te trainen en buiten de training om met elkaar om te gaan. En het is heel goed hier en we gaan goed met elkaar om en het is gezellig. We praten makkelijk met elkaar. Maakt niet uit over wat. Maakt niet uit of je nou zoveel interlands achter je naam hebt staan of net een nieuweling praat of wat dan ook. Je ziet toch wel dat we echt een team aan het worden zijn. En hopelijk resulteert dat ook op goede resultaten op het veld. Ik was hartstikke blij dat ik mee kon. Natuurlijk is er uitzondering gemaakt, maar we weten ook allemaal dat de medische staf van ons hier aanwezig is. En aan zo'n operatie dan moet je toch toezicht houden op je herstel. Dus als ik in Nederland gebleven was, dan had je alleen maar Rijn die dan naar mij had kunnen kijken. Maar dan zijn er ook nog 4, 5 andere jongens. Dus hier kreeg ik volop alle aandacht, dus daar ben ik heel blij mee. Het weer is goed in het team, ideale omstandigheden hier, het weer, het veld, alles is goed geregeld. En we kunnen het met z'n allen goed vinden, dus ja, ik denk dat we tot nu toe mogen terugkijken op een paar geweldige dagen hier.